Die gaat Evina, die vorige week goed inviel, meteen zijn eerste kans. En dat kan dan de openingstreffer zijn. Tweede minuut. Serieuze mogelijkheid voor Emmen om de score te openen. Evina. Hier is ruimte. Goed meegenomen die bal, zeg, door Hawkins. Hawkins op weg naar een doelpunt, maar dan speelt hij de bal heel knullig te ver voor zich uit en ontsnapt Volendam opnieuw. Prima opening. Ulcik, Peen komt. Bilal Ulcik. En dat scheelt niet veel. Eindelijk is daar een grote kans voor Volendam. Dat is een aardige paas. Leliendal moet aan de bak en gaat in de fout en maakt een overtreding. En dan wordt het een rode kaart en een penalty. Dat kan niet anders. Leliendal moet er vanaf. En dat is een bepalend moment in deze wedstrijd. Een ideaal moment om de score te openen. Om zijn eerste voor Emmen te maken. Rijn oog in oog met Lauwers. Via de keeper op de paal. En daarna nog Ensona. En Volendam ontsnapt. Uitstekend keeperswerk van Barry Lauwers. Daniel Beukers gaat zijn debuut maken voor Volendam. Oudspeler van Jong AZ. Beukers is eigenlijk een verdediger, maar hij gaat rechts op het middenveld voetballen. Rijn wordt weggestuurd. Torben Rijn. En nu gaat hij er alsnog in. Geen buitenspel. En het doelpunt voor Emmen wordt gemaakt door Hawkins. En het is 0-1. Toch de voorsprong voor de ploeg van Robin Peter. En wint Emmen aan de dijk. En pakt het de eerste drie punten in dit seizoen. Verdiende overwinning. En opnieuw een nederlaag voor Volendam.